Leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. Je kunt op de achtergrond al een beetje zien. Het is een terrein, een gebied, een bureau waar ik al een tijdje eigenlijk niet meer geweest ben. Klopt, ja. Dus het was dus tijd om even een dienstje in Utrecht-Zuid te draaien. Maar naast me zit een collega die ik al een tijdje ken. En jullie zouden hem misschien aan zijn stem herkennen, want hij heeft wel eens beelden gemaakt. Maar dan zit hij vooral achter de camera. En vandaag eigenlijk voor het eerst voor de camera. Ik ben Faber, ik werk inderdaad op het mooie Utrecht-Zuid. En Jan-Willem gaat vandaag een mooie late dienst met ons mee draaien. We gaan beginnen. Het is regenachtig. Ik ben benieuwd wat het oplevert. Faber zei al mogelijk wat aanrijdingjes misschien. En dan, je bent ook een aanrijdingsselecteur, hè? Ja, klopt. Wat houdt dat precies in? Het houdt in dat als collega's vragen hebben bij de wat meer complexe aanrijdingen, dan kunnen ze mij bellen om vragen te stellen over hoe ze dat dienen af te handelen. En ik heb dan een adviserende rol. En zo kan ik de collega's wat vaker helpen om de afhandeling te doen. En meestal als het regent, dan is het inderdaad dat er wat meer aanrijdingen zijn. Dus ik ben benieuwd. Ja, en wat ik me gelijk afvraag, is dat dan de collega's alleen van dit team? Of kan dat ook van breder zijn, zeg maar? In principe is het nu voor het hele district. Maar het zou ook zomaar kunnen dat als bijvoorbeeld op district Oost-Utrecht, Amersfoort en de omgeving, als ze daar niemand hebben, dat de meldkamer dan mijn telefoonnummer geeft aan de collega's, zodat ze mij ook kunnen bellen. Okay. Maar, ja. Wie weet komen we tegen, dan kun je daar wat meer uitleg over geven. Maar nu gaan we de regenachtige wijk in. Is het goed met u? Hey, de reden is dat er iemand in deze auto heeft gereden waarvan zijn rijbewijs ingevoerd. Ik weet niet of hij daar. Ja, klopt ja. Maandje terug zo. NB53. Alsjeblieft. We gaan rustig verder, ja? We krijgen nu even een melding binnen dat er de beveiliging van een pand treft een meneer aan die daar niet mag zijn. Of een mevrouw trouwens, ik kan niet zien wat dat is. En die hebben de politie gebeld, dus we gaan even kijken wat we gaan aantreffen. Je hebt het looprentje of wat is het? Ja, we hebben wel de collega staat met hem binnen. Oh. Goeiedag. Hoi. Hallo. Do you have your passport with you? Well, I don't have. You don't have? Oké. Okay. Bezig met koken knippen. Maar had hij al wat ergens los? Ja, we gaan met die kant op. Ja, kabels vanuit het plafond. Met dat. Nou, heeft hij die spullen, ligt dat ook ergens of niet? Ja, alle kabels hangen. Ja, okay. Het algemeen. Waar kun je staan zien? Ja, dan moet even een stukje lopen hoor. Zal ik hier bijna? Ja. Ja, oh ja, dit was dan alweer een ding, of niet? Dat is een hoge keer. Een beetje een baardje. Nou, heb ik ooit ergens een buiten door, maar verder weet ik het fijner niet. Zo. Pokémon kaarten. Ja. Je ziet nu al gekkere dingen. Grappig is dat, hè? Niet je afzien tegen een tas of halbaardappel naar dat afzetten. Ah ja. En dat is een vraag. Graag even instellen met de vrachtwagenchauffeur of je nog zit. Will you get a ticket? Because you're here where you're not, what's not allowed. You don't have to answer the questions and you have to write to a lawyer, but do you want to something to declare because you're here now? No? Yeah. Knipt hij dan dit ook open of zo? Of staat dit ook? Hij gooit hem de voorkant, hij gooit hem voor het raam in. En daar gaat hij door naar binnen. Jullie konden op de beelden uiteraard zien. We hebben een meneer aangetroffen in dit leegstaande pand. Het staat inmiddels al een tijdje leeg. Desondanks is het natuurlijk niet toegestaan om hier
ja, te komen. 461 gebied, zoals dat heet. In dit geval was meneer door de beveiliging ook in het pand aangetroffen. En die zeiden, ja, hij liep daar met een kniptang rond. En die was kabels aan het... raak ik met het hek, hè? Aan het strippen. En vermoedelijk voor koper. Nou, meneer zelf zei nou dat hij... Crafty aan het spuiten. Nou, was Crafty aan het spuiten. Zonder spuitbus. Zonder spuitbus. Al zag ik ergens bovenin wel ook allemaal spuitbussen liggen. Dat zou allemaal kunnen. Ja, het is natuurlijk een beetje een verstek van dak en thuislozen. En mensen die het moeilijk hebben, die hier proberen hierdoor misschien de koper mee te nemen. Dat ze denk ik toch nog een centje bij elkaar te rapen. Om een slaapplek te vinden. Het mag niet. Eigenaar gesproken, ja, die wordt er ook een beetje hondsdol van. En die wilde ook aangifte doen. Nou, we hebben even overleg en besproken. Kijken wat het meest haalbare is in deze situatie. En in dit geval hebben we in overleg ook voor gekozen om twee bekeuringen te maken. In dit geval voor het... wijzigen van inbrekerswerktuigen, de knijptang of kniptang, die nemen we ook in beslag. En op een verboden plaats zijn waar niet toegestaan is. In principe, als we aangifte doen, komt het ongeveer qua boete en straf allemaal een beetje op hetzelfde neer. Dus dat is dit even de praktische uitvoering en het minst tijdrovende. En meneer is weggestuurd met twee bekeuringen, dus dat is het verhaal. We zitten inmiddels nog even in het gebied van officieel is dit centrum op de Uithof. En we krijgen gelijk een andere melding dat we in de buurt zijn. We willen eventjes meekijken bij een melding dat er ruzie is. We moeten even lezen over een beveiliger en een meneer van een auto. En het gaat over een wielklem. Waarschijnlijk heeft die beveiliger een wielklem aangelegd bij die auto, vermoed ik dan maar. En dan zou er nu een bedreiging gaande zijn of geweest. Alle partijen staan er nog, dus we gaan eens aanhoren en aankijken wat daar nu allemaal aan de hand is. Want dat is echt een wielklem, heb ik echt al heel lang niet meer gehoord of gezien. Ik denk dat het een particulier terrein is of zo. Dan, dat zou goed kunnen, ja. Nou, ik ben benieuwd. Ik nog even uit of dat, wat die bedreiging dan is, hoor. Goedendag. Ja, het is een lastig verhaal. Ja. Die Audi die bestaat, die heeft afgelopen dinsdag heeft die twee wielklemmen gekregen. Ja, ja, die is zilveren. Ja. Hallo. Hallo. Ja, zeg het. Wat zegt ze? Ik heb volgens mij een achtervolging gehad. Met mij? Oh. Hé, hey, maar wie is betrokken bij de zaak? Nou, vanuit de woonval van de ben ik bang voor je, kom dan, van dat soort dingen. Wat is er hier gebeurd? Ik heb dinsdag was het volgens mij twee wielklemmen gehad. Ze had de wielklemmen aan wegzijde van de auto gedaan. En de wegverkeerswet zegt wel, voordat u een auto instapt, moet je altijd, en ik weet wat we het allemaal doen, dan moet je kijken of een auto of alles in orde is. Ja, dan moet je een rondje op je auto maken, of je die lampen controleren. Ja. Dus dat is een beetje eigen verantwoording. Kijk, en als je daar dan zelf een lekker band rijdt... Ja, dat is natuurlijk wel een beetje eigenlijk gebeurd. En dan kan je natuurlijk bij degene de instantie die hem aanbrengt klachten indienen, want dat staat op een klachtenprocedure, dat staat op een regelgeving, ik heb net gelezen. Ik denk het sowieso, want volgens mij heb je hem uitgescholden toch, dat zei u net. Ja. Zoals net je weer excuus aanbiedt, lijkt mij. Dat niet gewoon excuus aan. Ja, dat is gewoon boos, heel veel emoties snap je. Wel zijn daar een beetje de weg van. Yes, sorry. Wij gaan weer. Succes allemaal. We gaan inmiddels weer uit de parkeergarage als we eruit komen. Oh, hij gaat open, dat scheelt weer. Dit verhaal samengevat. Ik moet even nadenken. Deze meneer heeft twee keer eerder een wielklem gehad in de afgelopen week. Daarbij is er een discussie over gestaan heeft dat degene die de wielklem heeft aangebracht het niet op een zichtbare plaats gedaan heeft. Volgens de ene partij en de andere partij zei dat hebben we wel. Ze hebben allebei foto's waarop die sticker op een andere wijze op het raam zit. Dus er is al wat gerommeld zijn met de stickers ongetwijfeld. En die meneer heeft gezegd, dus ik heb de wielklemmen niet gezien. Ik ben gaan rijden, heb daardoor een lekker band gehad tot twee keer toe. Twee keer toe een lekker band moeten vervangen, dat heeft me heel veel geld gekost. Nu zag de beveiliging in dit geval weer het voertuig staan. Die dacht, hé, dat is die meneer weer. Hij heeft inmiddels twee wielklemmen doorgereden, kapot gereden. En nu treffen we die meneer aan en willen even de bestuurder spreken. Ook omdat er natuurlijk een financiële consequentie op staat op het moment dat je die wielklemmen bewust vinyl dan wel doorrijdt of niet betaalt. Dat werd uiteindelijk een soort ruzie, kunnen we wel zeggen, waaruit één partij zei dat hij is bedreigd. En toen zei die andere meneer, nou, ik heb hem niet bedreigd, ik heb hem uitgescholden, dat klopt, dus ik heb hem niet netjes van me. Lang verhaal kort, we hebben in ieder geval één partij excuus laten aanbieden voor het schelden. En ze gaan het nu juridisch verder oplossen met de kosten die allemaal hierdoor zijn gemaakt. Dus alle wielklemmen verhaal. Ik moest zelf ook even opzoeken. Ik heb heel lang al niks meer gehoord over wielklemmen. Qua juridisch kader en dergelijke zo. En zoals ik het nu begreep is het natuurlijk een particulier terrein. En daarop staan kun je weer met regels wielklemmen eventueel toepassen. Er staat wel een regeling voor. Kun je hem terugvinden op google.nl. En
doe je je voordeel mee, als je het wil weten. Mis ik nog wat aan dit verhaal? Nee, niet. Dan gaan wij weer door met boef vangen. We waren eventjes aan het bureau, maar we krijgen inmiddels een spoedmelding. We moeten ondersteunen bij collega's die ook naar dezelfde melding gaan uiteraard. Van een melding van een huiselijk geweld zou gevochten worden. Even inlezen van wat in staat. Zou vaak gebeuren. Even kijken, melden heeft zich mogelijk opgesloten in de badkamer. Hier wel meerdere eenheden onderweg. Ik schat even, ik sta in de naar die melding van huiselijk geweld. Er was een collega van een andere eenheid eerder ter plaatse en die gaven net door dat ze in de woning waren dat alles rustig was en dat er geen extra eenheden meer nodig waren. Dus we zijn ook weer van de melding afgehaald en we zijn gelijk naar een andere melding doorgestuurd. Dat heeft wel iets minder spoed, maar ook moeten we daarheen. Het is een melding, lezen we mee, overlast van mogelijk drank of drugs. Melden of de overlastpleger zou familieleden bellen. Heel wazig verhaal, maar we gaan even op het adres kijken of alles daar in ieder geval wel goed gaat. Ik belde een melder om 6 uur al kwam met een vervelend bezoeker onder invloed van alcohol. Dat mocht niet al daar. Inmiddels is er teruggebeld dat hij agressief wordt. Dat wordt vooralsnog eens nog ingestraft als een nieuwe melding. Ja, duidelijk van. We gaan aan die kant. Wat is juist die melding van dat er mogelijk wat overlast zou zijn van de meneer of mevrouw die op het adres woonde waar we net aan de deur waren. En die melding kwam via binnen. Uiteindelijk hebben we bij de woning gestaan, aangebeld en aangeklopt en nog een keer die mevrouw of meneer proberen te bellen. Er wordt niet open gedaan, we hebben wel het idee dat iemand binnen is. We hebben nog even een afweging gemaakt, wat kan je dan juridisch? We kunnen niet zomaar de woning in of instormen, zeg maar. We hebben wel iets meer gronden voor nodig, of een machtiging. In dit geval hebben we het er ook eventjes bij gelaten. We gaan het wel vastleggen, mochten er nog meer meldingen van overlast binnenkomen of misschien wel zorgelijke zaken. Dan kunnen we natuurlijk met de machtiging van de officier altijd nog volgende stappen nemen, als er daar genoeg juridische basis voor is. Ondertussen krijgen we ook weer een volgende melding, een melding binnen in het gebied van het centrum. Die hebben wat extra capaciteit nodig. In dit geval een meneer die onder invloed is van drank, geloof ik, hè? En vervelend en wordt het agressief. Dus we gaan die kant op om daar te ondersteunen. Dus bij een locatie in dit geval van het leger te zijn. Aanhouding. Akkoord, heeft u daar nog handjes nodig? Meneer, die er niet uit wil, je mag hier. Ja, akkoord. Gaat 43 op. Hij was op bezoek, hebben we iets van 4-5 gevraagd of hij wegging. De laatste keer dat ik het vroeg werd, hij dreigend, zeg maar. Hij is op bezoek bij iemand die hier verblijft. Oh, ze hoort helemaal niet thuis. Hij hoort hier helemaal niet thuis, nee. Uiteindelijk laat de tijd het in. Ja. Kijk. Ja. Het gaat om deze meneer. Deze meneer. En zijn ze met z'n tweeën of alleen? Met z'n tweeën. Hallo politie, kom even binnen hoor. Hij is nog steeds aan het opruimen, zo wel weer. Hallo. Ja, jongen. Hoi. Mijn box, bam. Ja, goed. Was goed meneer? Goed.
And one of you broke the rules. Now you have to leave for today. Vandaag? Ja, denk ik. Ja, gewoon. We are going to ask you. Ik denk al gewoon. Ja, ik denk al gewoon. Je gaat weg? Anders gaan we wel. Weg. Ja? Moet je nog wat spullen pakken dan? Nee, bro. Oké. Hey, je moet even voor een paar dagen weg. Hier. You have to stay out of here for a couple of days. Ik kom tomorrow. Ja? Ik zie hem ook heel vaak. Je hebt een temperament. Dat is een tijd, hè? Ja. Ja, ik krijg het wel. Ja, is goed, is goed. Hier, dat is maar voor jou. You for me. Oké, let's go. Ja, is goed. Wat is juist die melding van een meneer die een pand niet wilde verlaten? In dit geval is het een pand van het leger des Heils. Die eigenlijk, hoe moet het uitleggen, opvang doen met een aantal soort begeleid wonen traject. Daar zitten mensen in die eigenlijk weer bezig zijn om in de maatschappij terug te keren. Die krijgen dan een kamer. Maar in dat traject zit natuurlijk en hulpverlening, maar ook een aantal regels als je daar mag verblijven. Een van die regels is dat in ieder geval geen alcohol in het pand al op de kamer genuttigd mag worden. Nou had een van de bewoners had een oude vriend uitgenodigd of mee naar huis genomen, zeg maar. En die waren toch gaan drinken daar op de kamer. Ja, dat is dus tegen de huisregels en dat verstoort natuurlijk ook het proces van alle andere bewoners. Dus degene die daar niet woonachtig is, die is er nu uitgezet. En die heeft voor 24 uur een soort verbod gehad, mag die even niet op bezoek komen. En de bewoner die er nu in zit, ja, er wordt natuurlijk ook gekeken, is dit een eenmalig terugval of is dit een vaker probleem? Ja, dan gaat ze met hem in gesprek. En kan in een ver stadium misschien de toegang tot het pand ontzegd worden. Meneer is naar buiten en wij gaan weer verder. Ja, tot ik zeg later. Ja. Is die HC al in, OC? Ingang, en ik denk inderdaad ingang HC. Mij onbekend of die daarin is. Ik ga nou even checken waar die is. Ik ga hem even het pakken vanuit de Zeeburg. Ja, zeker is maar één keer het filament opleveren. Ja, zeker. Gaat om een man, 20 tot 30 jaar. Hoi. Hoi. Ja, 24 tot 7 zijn jullie bij degene die kamer toezicht met de patiënt. Ja. Heb je een legitimatie geweest bij je? Ja. Is it a crime to ask somebody? No, you're arresting people. We get a complaint. I'm not arresting people, bro. I'm asking for a cigarette. Hey, don't ever touch me before you show me if you are harassing. You understand? No. Sir, you have to wait here. Sir, you have to wait here. Hey, listen, don't. You have to wait here. If you wait here. Hey, listen, don't touch me. You have to wait. Just wait. Okay, I don't understand. Yeah. Hey, listen, you're under arrest. I'm getting arrested. Yes. What for? Because you hit somebody. I hit somebody. Yes. Who did I hit, bro? Ik boei hem af. De rest hebben geboeid, Hey, let go. Wat am I arrested for? For assault. You are arrested for assault. Kom, leg ze in. Die mensen die staan daar, bij de halve mijl. Wij gaan eenmaal met ik mee. En naar een meneer die onder zijn fiets ligt, mogelijk gevallen. Kruipt wel weer een beetje overeind, maar onduidelijk of er misschien wat meer aan de hand is. Dus gaan we eens die kant op. Ja, we hadden net die andere zaak afgerond op het bureau voor, het raam open, voor die mishandeling. Aangifte opgenomen, getuigenverklaring opgenomen. Moesten we het geweld melden bij de AVJ. Alle bevindingen op papier gezet. Dus die verdachte blijft zitten, wordt morgen gehoord door de recherche. En dan gaat de officier een beslissing nemen.
En nu inderdaad door naar een ongeval. Rio 1. Onderweg. Excuse hoor, zeker. Ik heb een plaats zien aanvallen. Ik heb een boek. En ik hoor echt een vrouw. Ja, hoor, van plaats en zo'n vierde groep en zo is gesprek op. Het is een. Ja, het is al klaar. We gaan opruimen. Nou, de ambulance gaat even op de stoep staan. Goed. En die gaan meneer verder controleren. Want dan is de weg weer vrij. Dan kunnen wij met vervolg. Meneer heeft een aardige smakken gemaakt, is kennelijk wel even buiten bewustzijn geweest. Dus de ambu gaat het verder even controleren, maar verder geen politietaak meer en de weg is ook weer vrij. Dus wij gaan met vervolg. Hoe is dat? Buurvrouw is meldster, er is wel een afscheidsbrief gevonden. Op het bureau in de woning. Een andere deur in die woning zit nog dicht. En daar durft meldster niet naar binnen. En de melding wordt nog enigszins aangevuld. Ik ga horen of je bij de woning zijn. Dat is 4402. Succes uit en de 4301. Moeten we even via dat een bonkje halen en dan kunnen we die dan contact op de instuit? Van het herstelling. Ja, dat begrijp ik onder. We krijgen nu een melding in ieder geval van iemand die het leven niet meer ziet zitten. Die heeft aangegeven zelfmoord, of hij het leven wil stappen en zelfmoord wil plegen. In ieder geval meerdere eenheden met spoed onderweg. En ja, benieuwd wat ze aan het hebben. Ja, politie! Dan ben je aangesloten, joh. We zijn inmiddels weer onderweg. Waar naar die melding dat er iemand mogelijk zichzelf van het leven wilde beroven? Nee, 4418. En toen kwam de porter doorheen. Nee, maar we zijn even in de woning geweest. Inmiddels hadden de buren al wel de sleutel, dus dat was makkelijk binnenkomen. In de woning trof er gelukkig in dit geval niemand aan. Wel een woning die zwaar verwaarloosd is. En we troffen op tafel een brief aan waar toch wel een soort qua woord en zinsopbouw erop lijkt dat mevrouw een soort voorbereidende brief aan het maken was ter afscheid. Achter de schermen gaat natuurlijk het RTK en het OC, die gaan ook al een aantal lijnen uitlopen, zoals ze dat noemen. In dit geval hadden ze ook even contact gemaakt met de ambulance dienst, of er iets bekend was over deze mevrouw al. Nou bleek dat deze mevrouw eerder op de dag... 4-0-2. En ik kon even melden tussendoor. Ja, meer meegehoord, gaat volgen. Ja, dan met die inbraak in het voertuig 21:51, stad Ischgard. Dan zit er een Ja, gewoon hangen. Kijken er nog meer collega's uit? Ik kwam even een melding tussendoor, want dat gaat natuurlijk ook gewoon door. Er is inmiddels een APR van een voertuig die werd gezocht, wordt gezocht in verband met een inbraak. Dus daar gaan we even naar uitkijken. Maar ik was nog even vertellen met die vrouw die dus zelfmoord wilde plegen of uit het leven wilde stappen. Bleek dus dat ze eerder op de dag de ambulance dienst was opgehaald en al naar het naar de crisisopvang was gebracht. Zo daar net even contact mee gehad. Daar zit ze ook. Daar is ze nu inmiddels gedwongen opgenomen, zodat ze de hulp krijgen die nodig is. We maken nog even een rapport op van wat we hebben aangetroffen, zodat dat ook bij het dossier gevoegd kan worden. En dan gaan we nu uitkijken naar het voertuig dat hier in de omgeving moet rijden.
Van, hi. Zit het niet donker? Vindt u het niet donker? Nee? Heeft geen licht aan. Sorry. Helemaal niet kanker bij. Hey, nu ik toch even mag heel veel rijwest zien. Dat was hem. Houd in de gaten, hè? Ja. Heel fijn dag, man. Ja, Churchlaan op. Daar, hè, toch? Ja, dat ging echt door. Maar dan ging ze hier rechts. Ja, even doorgeven. Hij stond niet al daar. Hij ging rechtsaf richting bureau, richting Marco, zeg maar. Ja, om hier naar Lago, richting Marco. Dat is wel op. Rechtsaf, Marco Romeo. Snelheid. Rechtsaf, Marco Romeo, Dias. Ja, rechtsaf, Marco Romeo. Hier naar rechts. Ja, 44-0 rijdt makkelijk voor dat. Ik ga even die parkeerplaatsen meenemen tegenover Diaslaan. Ga hier links aan, gezien? Nee, ik ben 58, ik ga op. We werden aangesproken op de Bond Koelaan. Daar had iemand gezien dat een koffer uit een voertuig werd gegooid. Dat is waarschijnlijk die auto. En die auto hebben we inmiddels weer gevonden op de Roosveldlaan. Ja, duidelijk. Nou, mocht je daar antwoord op hebben, kun je eventueel telefonisch contact leggen met de 4402. We hadden aan het eind nog een korte achtervolging. We waren natuurlijk op zoek naar dat voertuig dat eerder door de APR was gekomen. Toffen dat voertuig aan. Nou, we zien van de politie ging al snel vandoor. En hier door de wijk links, rechts, wat straatjes doorheen. Helaas zijn we daardoor kwijtgeraakt. Uiteindelijk kwam er een melder. Die zag hoe de twee inzitten van het voertuig ergens een tas hadden gedumpt. Die tas hebben we inmiddels aangetroffen. Er zitten wat vrouwenkleding in. We vermoeden dat die tas bij een diefstal is weggenomen. En iets verderop troffen we ook het voertuig aan. Echter zonder mensen, de personen in het voertuig. Wel stond het voertuig open, nog een onderzoekje gedaan. Nou, het voertuig terug hier wat naamsgegevens en telefoons aan. Dus we hebben wat namen van mogelijke verdachtes. Helaas alleen nu niemand erbij aangetroffen. Wij gaan alles vastleggen, ook per namen en bevindingen. En dan gaat de recherche kijken of ze hier verder nog wat uit kunnen halen qua diefstal. We kunnen even kijken of we die tas natuurlijk ergens bij een diefstal kunnen erbij kunnen krijgen als de diefstal afkomstig uiteraard. En op die manier proberen we een zaak bij elkaar te krijgen. Een aanvulling op deze dienst? Kunnen we dan gelijk afsluiten? Regenachtig. We hebben dus geen aanrijding gehad? Nee, uiteindelijk niet. Nee. Dus dat is een goed teken. We zijn volgens mij wel lekker bezig geweest. Ook nog wel veel ondersteund in het centrum. Hadden we leuk om die samenwerking te zien. Dat is de Zuid-Rux komt het centrum hier draaien. En andersom rijden wij dan in het centrum mee op meldingen. Ja. En andersom is het ook in het noord en west van Utrecht. Dus dat. Dan gaan wij de administratie doen. Wil ik jullie weer bedanken voor het kijken. Abonneer als je het niet gedaan hebt. En morgen gaan we nog een dienst draaien. Ja. Dus komt er nog een tweede vlog aan. Later.